Ja, voorzitter. Dank u wel. 2012 wordt een spannend jaar. De minister van Financiën had het er al over. Het wordt een aanstaande storm waar we ons voor moeten klaarmaken. Alle seinen staan op rood. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen 2 maanden gekelderd, hebben we kunnen zien. En mensen maken zich zorgen over de economie en de euro. Ook de groei valt tegen met 1% en de kredietverlening hapert. De werkeloosheid neemt toe, net als het aantal faillissementen. Niets doen is dus geen optie. De PVV neemt haar verantwoordelijkheid door in deze kabinetsperiode 18 miljard te bezuinigen. 18 miljard bezuinigen is niet leuk, maar het moet wel. Hadden we in 2010 nog een tekort op de begroting van bijna 30 miljard, volgend jaar hebben we dit tekort bijna gehalveerd naar 17 miljard. Maar nog steeds geven we 50 miljoen per dag te veel uit. En dit bevestigt dan ook de noodzaak om verder de tering naar de nering te zetten. En wat de PVV betreft moet vooral de overheid op dieet. Fijn dat we eindelijk eens kunnen hakken in de ontwikkelingshulp, de staatsomroep, de kunstsubsidies, bureaucratie, reïntegratie en het gemeentefonds. En ook de export van uitkeringen, daar komt een eind aan. En ook de uitkeringsfraude en de export van de kinderbijslag. Ondertussen blijven wij van de PVV onze achterban trouw. Door Henk en Ingrid uit de wind te houden daar waar het gaat om het ontslagrecht, de WW en de hypotheekrenteaftrek. Veel mensen praten erover, maar wij doen het. En dit kabinet maakt meters, of je het nu leuk vindt of niet. Het ene wetsvoorstel naar het andere rolt van de band. Immigratie- en asielbeleid wordt strenger. De fraude wordt keihard aangepakt, net als de files. De betutteling wordt teruggedraaid, het onderwijs ondergaat een kwaliteitsslag en de subsidiefabriek wordt voor altijd gesloopt. En de politie die wordt versterkt. Dit bereiken wij alleen maar door te gedogen. Meneer Plasterk. Voorzitter, nu de heer Van Dijk zo prat gaat op wat er wordt bereikt voor de gewone mensen in het land, wil ik hem de vraag stellen die ik ook aan een van onze andere collega's heb gesteld. Ik heb getallen overlegd waaruit blijkt dat gezinnen in exact dezelfde situatie, dat het gezin dat 2 ton verdient, gaat er 2,5% op achteruit. En mensen die 1/3 daarvan verdienen, dus de gewone mensen in het land, die gaan 3 keer zoveel erop achteruit. Heeft u gelegenheid gehad die cijfers te bekijken? En is de PVV trots op dat resultaat? Of is die met mijn vermening dat hier toch wel heel erg een VVD-beleid wordt gevoerd? Nou, voorzitter, op de eerste plaats hebben wij als PVV ervoor geknokt om de rekening gelijk te verdelen. Er zijn ook allerlei nivellerende maatregelen in de hele begroting geslopen, zoals u hebt kunnen zien. Daar hebben wij met name voor geknokt. We hebben een pakket van 900 miljoen vrijgespeeld om die nivelleringsslag te kunnen maken, zodat iedereen een beetje, wat ons betreft, er een beetje redelijk op achteruit ging. Op de tweede plaats, ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, maar in 2009 ging bijna iedereen er bijna 2% op vooruit. En wij hebben ervoor gezorgd dat dat 1% koopkrachtverlies, wat nu de mediaan is, dat voor 2011 en voor 2012 gold. En natuurlijk heb je uitschieters, met stapeling, noem maar op, heb je altijd uitschieters. En daarvan hebben wij ook nog eens gezegd dat die korting op die bijzondere bijstand voor gemeentes, dat die korting wordt teruggedraaid en wordt verhoogd met 50 miljoen. Met andere woorden, die groep van 100.000 mensen die nu boven de min 5% schieten, daarvan is doorgerekend dat daar 10%, een kleine 9.000 mensen, de onderkant van het loongebouw betreft. En die 10%, daarvoor hebben we 90 miljoen extra voor vrijgespeeld. Voorzitter, het begint al aardig te klinken als Haags politiek over de medianen en slagen die worden gemaakt. Mijn eenvoudige vraag was, ik heb een voorbeeld voorgelegd voor een leraar en een lerares. Die gaan er 7,2% met hun hele gezin op achteruit. Terwijl iemand die 2 ton verdient, die gaat er maar 2,3% op achteruit. En een verkoper en een verkoopster met een benedenmodaal inkomen, die gaan er 5% op achteruit. En dan kunt u wel met puntenwolken en medianen aankomen, maar dat is wat u heeft bereikt voor de gewone mensen in het land. Voorzitter, dat zijn de berekeningen van de heer Plasterk. Ik ga af op wat de Nibud heeft berekend en wat het CPB heeft berekend. En daar komt het dus op neer dat er inderdaad uitschieters zijn, ook in die puntenwolk. Maar voor die uitschieters, en dan met name de meest kwetsbaren, hebben we speciaal die 90 miljoen gereserveerd. En dat is aan de gemeentes, en we hebben ook nog afspraken gemaakt met de gemeentes, dat ze dat zeg maar oormerken voor juist die groep die
het hardst geraakt wordt en 90 miljoen voor een groep van 9000 mensen, zou daar voldoende voor moeten zijn. Meneer Plasterk. Voorzitter, in conclusie, ik snap overigens dat de heer Van Dijk nog even tijd nodig heeft om te kijken of die getallen kloppen. Dus ik hoop dat hij er dan in de tweede termijn op terug kan komen. Mijn indruk is dat hij gewoon geflasht is. Want voor 90 miljoen kun je nooit al die inkomenseffecten corrigeren. Voor al die leraren, verkopers, verkoopsters, huisschilders en receptionisten waarvan ik dit voorbeeld heb gegeven. Dus hij heeft er niks van gebakken en de baten zitten bij de hoogste inkomens hier in het land. Voorzitter. Zoals gezegd, de eerste koopkrachtreparatie heeft plaatsgevonden met een pakket van bijna 1 miljard. En de tweede koopkrachtreparatie voor de uitschieters, de individuele gevallen, bevatte een pakket van 90 miljoen. Meneer Ergang. Ja, voorzitter, ik begrijp werkelijk niet hoe de heer Van Dijk erbij zou kunnen komen dat dit een nivellerend koopkrachtbeeld is. Ook niet als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Planbureau. Dat is licht denivellerend tot op zijn best een neutraal koopkrachtbeeld. Maar zou hij mij eens kunnen uitleggen wat hij bedoelt met opkomen voor de mensen als je kijkt naar de korting op de zorgtoeslag voor met name mensen met lagere inkomens? Die komen daarvoor in aanmerking. De korting op de huurtoeslag, de korting op de kinderopvangtoeslag. Wat heeft dat te maken met steun voor mensen? Dan is 90 miljoen toch een druppel in de oceaan als dat een compensatie daarvoor is. Kijk, voorzitter, we ontkwamen er niet aan. Al die toeslagen die u noemt, al die regelingen die er zijn, daar ontkwamen we niet aan om in het behoud van die regelingen voor de toekomst, om daarop in te grijpen. Dat hebben we gedaan, want die regelingen die liepen namelijk gierend uit de klauwen. Als ik u een paar voorbeelden mag geven, de kinderopvangtoeslag. Het begon in 2005 met 700 miljoen en het is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 3,5 miljard. Terwijl het maar een verdubbeling van het aantal kinderen betreft, maar een verviervoudiging van het budget. Als u kijkt naar de Waarjong, die club groeit van 200.000 mensen naar 400.000 mensen, ook de uitgaven, de PGB, de zorgtoeslag. Allemaal regelingen die gierend uit de rails lopen als we daar niet op ingrijpen. Wat doen we met al die regelingen? We halen de groei eruit en we zorgen ervoor dat juist die mensen waarvoor die regeling ooit bedoeld was, dat die hem blijven behouden. En de mensen die zeg maar de aanstaande groei, daar komt die regeling dan voor te vervallen. En dat was nodig, want anders zouden we die regelingen om zeep helpen. Dank u wel. Meneer Ergang. Ja, voorzitter, ik begrijp nu beter wat de heer Van Dijk bedoelt. Hij heeft het eerst over het ontzien van Henk en Ingrid, zoals u dat dan noemt. En als ik dan doorvraag aan wat gebeurt er dan met de kinderopvangtoeslag, waar de bottenbijl erin gaat, ja, dan komt u met een of ander belegen verhaal aan dat om de regeling te behouden moet je hem eigenlijk afbreken. Dat is dus kennelijk de analyse van de PVV. Van al die mensen die krijgen maar kinderen en zo. En dat loopt allemaal gierend uit de hand. Dus we gaan nu maar eens even de kinderopvangtoeslag verlagen. Dat heeft toch niks met het beschermen van mensen, ook in uw achterban, die hun kind naar een crash moeten brengen en daar heel veel geld voor kwijt krijgen. En nu zet u het mes in de kinderopvangtoeslag. Kijk voorzitter, je kan regelingen niet maar laten groeien. Dan moet je ingrijpen op een bepaald budget. Wat wij doen, ook met de kinderopvangtoeslag, is dat we de rijkeren wat meer laten betalen voor de kinderopvang en de armere mensen dan uit de wind houden. Dat zou u ook moeten willen. Dat is een stukje nivellering wat we toepassen binnen die kinderopvangtoeslag. Maar als ik u zeg dat het van 700 miljoen naar 3,5 miljard is gegroeid en als we niks doen, dan gaat het straks naar 7 miljard. Dan, en dat is wat u wil, van laat me groeien. Dan bestaat er straks geen kinderopvangtoeslag meer, want dan is het gewoon onbetaalbaar. Wij proberen een verantwoord budget vrij te spelen voor die kinderopvangtoeslag. Dat maximaal aantal mensen, en juist die mensen waarvoor het bedoeld is, daarvoor gebruik kunnen maken. Via de voorzitter, tot slot. Voorzitter, tot slot. Ik constateer dat de kinderopvangtoeslag ook voor de lagere inkomens fors wordt gekort. De huurtoeslag is er alleen voor de allerlaagste inkomens. De zorgtoeslag is er ook voor de mensen met de lagere inkomens, niet voor de midden- en hogere inkomens. Dus u zegt het een en u doet het ander. Voorzitter, dat is niet waar. De zorgtoeslag, als we daar ook niet in zouden grijpen, zou straks 80% van de Nederlandse bevolking zou een zorgtoeslag krijgen. En als het aan u ligt, dat weet ik wel, zou u helemaal die zorgtoeslag willen afschaffen en helemaal die hele zorg willen nivelleren. Wij zeggen, hanteer dat nu op een bepaald verantwoord niveau, top het af en geef juist die mensen waarvoor die zorgtoeslag bedoeld is, geef die juist die zorgtoeslag. Dank u wel. En u moet echt proberen om alleen mij u te noemen en de anderen in de derde persoon enkelvoud aan te spreken. Meneer Braakhuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is nu toch echt het electoraat van de PVV die aan het huilie is geslagen. Het is namelijk wel zo dat de PVV allerlei beloften heeft gedaan naar de achterban om ze te beschermen. In plaats daarvan vermijd je structurele hervormingen, de hypotheekrenteaftrek
Foei. De hypotheekrenteaftrek is onaantastbaar, ook voor de PVV. Terwijl daar heel veel miljard te halen is. Maar u deinst er niet voor terug om uw electoraat in de steek te laten en dit soort regelingen, als al eerder genoemd door mijn collega's, toe te passen. En dan vraag ik aan de heer Van Dijk, wat heeft de PVV gedaan bij het tot stand komen van deze gedoogconstructie om op te komen voor het eigen electoraat? Want u heeft ze nu in de steek gelaten. Meneer Van Dijk. Nou, voorzitter, op de eerste plaats hebben wij ervoor gekozen om te snijden in het eigen vet, wat u niet doet. U kiest alleen maar voor de weg belastingverhoging. Meneer Van Dijk, probeer het nou. De geachte afgevaardigde kiest alleen maar voor de weg van hogere lasten voor de burgers. Wij kiezen voor het snijden in eigen vet. Dat doen we op heel veel punten. Daar waar het gaat om de, ik zei het al, om de cultuursubsidies, om het gemeentefonds, om het ontwikkelingshulp, de staatsomroep. Dat zijn allemaal dingen die Henk en Ingrid niet voelen, maar die wel pijn doen in de overheidsbegroting. Allemaal dingen die wat ons betreft weg kunnen. Daar hebben wij maximaal gebruik van gemaakt. En natuurlijk enkele regelingen, want daar ontkomen we niet aan, die gierend uit de klauwen dreigen te lopen. Zoals genoemd de kinderopvang, de WAJONG, de PGB en de zorgtoeslag. Daar moeten we paal en perk aan stellen, want anders groeit dat zo groot dat we straks dat die regeling helemaal niet meer kan bestaan. De regelingen zijn goed, maar we hebben de groei eruit gehaald. Meneer Braakhuis. Ja, voorzitter, maar ik noem het opkomen voor je electoraat als je dan gaat onderzoeken hoe het komt dat zoveel mensen in dat soort wanhopige toestanden terechtkomt. Zoals in de WAJONG. De suggestie is bijna door de PVV alsof dat vrijwillig gebeurt. En dat we mensen er maar buiten moeten houden omdat het anders te veel oploopt. Maar ik hoor niet het hart voor uw electoraat waarin u zegt van hoe komen ze daar in godsnaam in terecht en hoe haal ik ze eruit. Dat is wat ik dan verwacht. En dat is wat niet gebeurt. En dan vraag ik nog een keer. Waarom durft u dan niet ingrepen te doen die van structurele aard zijn? Die toekomstgericht zijn? Want de PVV met het beschermen van hypotheekrenteaftrek zorgt er wel voor dat de huizen onnodig duur blijven. En dat juist starters, de onderste inkomens, niet kunnen toetreden tot deze markt. Is dat hoe u het electoraat helpt? Of zijn ze echt aangewezen op huilie-huilie? Ja, voorzitter, dat is weer het bekende mantra om het H-woord in de mond te noemen. Ik heb me voorgenomen om het niet te doen. Want elke keer als je dat doet, gaan de prijzen van de huizen nog verder onderuit. Maar in ieder geval daar waar het gaat om de WAJONG. U weet allemaal, we hebben nu 200.000 WAJONGers. Dat groeit naar 400.000. En wij hebben gezegd, geef die mensen niet die stempel op de voorhand, maar geef die mensen een kans op regulier werk. En die WAJONG blijft bestaan voor de mensen die volledig arbeidsgehandicapt zijn. Dat is goed, maar de WAJONG voor mensen met kans op de arbeidsmarkt, daar wordt die op versoberd en die mensen geven een kans op die arbeidsmarkt. Ik laat uw tijd weer doorlopen. Ja. Voorzitter, de Raad van State waarschuwde al in haar advies over de miljoenennota voor een te groot risico op garantieverlening. Nederland staat inmiddels voor 187 miljard garant. En dat groeit door naar 230 miljard als we dat noodfonds ook nog eens een keer uitbreiden. Dit is vrijwel de totale rijksbegroting. Daarnaast lopen we nog een risico op de opkopen van de ECB. De Raad van State stelt dan ook onomwonden dat dit moet stoppen en moet worden teruggebracht naar een meer verantwoord niveau. Kan de minister hierop ingaan? Hoe gaat hij dat garantieplafond naar beneden brengen? En welk risico lopen we eigenlijk met een dergelijk groot bedrag? Voorzitter, dan de woningmarkt. De huizenprijzen zijn in de afgelopen 3 jaar met bijna 10% gedaald. 8,5% om precies te zijn. Dat is een ramp voor de middenklasse van Nederland. De hardwerkende burgers zien zo hun belangrijkste bezit in waarde afnemen. Hun onbezorgde oude dag komt zo in gevaar. Het kabinet wilde de stagnerende woningmarkt vlot trekken door de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%. En gelijk zagen we resultaat. De huizenverkoop lag in juli gelijk met 15% hoger dan een jaar ervoor. Maar in augustus werd deze opleving weer gelijk de nek omgedraaid door de strengere hypotheekregels. Hoe dom kun je zijn? Eerst de overdrachtsbelasting verlagen en tegelijkertijd de hypotheekregels aanscherpen. We zijn weer terug bij af en 1,2 miljard lichter. Het was dan ook de PVV die zich als enige tegen deze strengere gedragscode verwierp. De timing was fout en het biedt een oplossing voor een niet bestaand probleem. Ik werd weer eens weggehoond en de minister zei dat ik mijn kop in het zand stook voor de echte problemen. Nou minister, het probleem van een vastgelopen woningmarkt is vele malen groter dan een paar gedwongen verkopen per jaar. Ook gaf de minister aan dat de starters onder de NRG-grens geen problemen zouden ondervinden van de strengere regels. Niets is minder waard.
De banken hanteren de strengere regels ook bij de NNG-verkopen, terwijl ze notabene geen risico lopen. Gaat de minister ervoor zorgen dat de gedragscode niet geldt voor NNG-transacties? En ook blijkt dat twee verdieners substantieel minder mogen lenen dan een één verdiener. Tot wel 27.000 euro. Hoe gaat de minister deze omissie van het NIBUD repareren? En om te voorkomen dat de woningmarkt nog verder inzakt, sluit ik me aan bij mevrouw Blanksma. De grens van 3,5 ton moet ook voor 2012 worden gehandhaafd. Als deze ook nog wordt verlaagd, krijgt de woningmarkt helemaal de genadeklap. De strengere code komt gewoon op een verkeerd moment en gooit weer keihard de deur in het gezicht van de woningmarkt. De PVV wil daarom de minister oproepen om deze nieuwe gedragscode terug te draaien, zodat woningmarkt zich kan herstellen en de banken weer op maat hypotheken kunnen verstrekken. Gaat de minister daarvoor zorgen? Meneer Plasterk. Voorzitter, een korte vraag aan de heer Van Dijk. Wat zegt hij tegen de mensen uit de bouwsector, de mensen uit de bankenwereld, die allemaal de taxatie hebben dat deze woningmarkt op slot blijft, zolang er de onzekerheid over blijft hangen, of eigenlijk de zekerheid boven blijft hangen, dat er een keer wat moet gaan gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek, maar men niet weet wat dat gaat worden en dat het structurele probleem daar zit? Ja, voorzitter, wie laat die onzekerheid hangen over die hypotheekrenteaftrek? Het is niet de PVV. De PVV heeft al eerder gezegd, als het aan ons ligt, bestaat die over 100 jaar nog. Dus koop gerust een huis en stem PVV, zou ik zeggen. Maar inderdaad, partijen als PvdA, D66, die lekkerbarend bezig zijn om die hypotheekrenteaftrek om zeep te helpen, die zorgen voor een hoop onrust. En daar moeten we het mee doen. We hopen dat de kiezers zo verstandig zijn om voor die partijen te kiezen die niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. En ik hoop dat dit kabinet zo verstandig is om die nieuwe strenge hypotheekregels, die we een maand na de overdrachtsbelastingverlaging in het leven hebben geroepen, om die als de wiede weer terug te draaien. Meneer Plasterk. Voorzitter, ik laat er maar bijna bij zitten, maar toch het beeld dat bijvoorbeeld Piet Moerland van de Rabobank likkebaardend die hypotheekrenteaftrek om zeep wil helpen, dat doet echt geen recht aan de opbouwende voorstellen die vanuit de bankenwereld, om het goedwereld, de makelaardij zelfs komen, om te zeggen, laat er een verstandige oplossing voor kiezen, om te zorgen dat mensen in staat worden gesteld om een huis aan te schaffen, daarbij ook fiscaal wellicht worden ondersteund op wat voor manier dan ook, maar niet op zo'n manier dat er gigantische zeepbellen ontstaan en mensen worden aangezet om 30 jaar lang hun schuld niet af te betalen. Dank u. Daardoor ontstaat die onzekerheid. Meneer Eergang. Voorzitter, de PVV is moordicus tegen elke beperking van de hypotheekrenteaftrek, zelfs voor mensen die dat makkelijk kunnen leiden. Tegelijkertijd is ruim 40% van de huishoudens is ook huurder. En er wordt gekort volgend jaar in deze voorliggende begroting op de huurtoeslag. Hoe legt u aan uw achterban uit dat u dus wel de villa-bezitter ontziet, dat u zelfs hier staat te betogen dat die op geen enkele manier mag worden aangepakt, maar dat dat kabinet dat u gedoogt wel de huurtoeslag voor mensen met een echt krappe beurs het mes inzet? Of is die regeling dan ook weer uit de hand gelopen volgens u? Nou, u hebt inderdaad wel een punt te pakken als u zegt die regeling is uit de hand gelopen, maar bij de huurtoeslag is het een overschrijding. En een overschrijding, ook dat hebben we afgesproken natuurlijk. Als je gaat ervan uit dat je deugdelijk wil boekhouden, dan kies je daar waar de overschrijding is, dan ga je dat repareren op dat punt waar die overschrijding plaatsvindt. En dat was met de huurtoeslag het geval. De huurtoeslag is niet iets wat dit kabinet heeft geïnitieerd, maar wat een voortvloeisel was uit het vorige kabinet en een overschrijding was van het vorige kabinet. En wij hebben het weer zo gerepareerd dat mensen toch hun huurtoeslag houden, alleen weer de minder behoeftige mensen ietsjes minder krijgen en de behoeftige mensen voor die huurtoeslag die er echt van afhankelijk zijn, die krijgen het maximaal. Meneer Eergang. Voorzitter, dus de PVV vindt wel dat er gekort kan worden op de huurtoeslag met een budget van nog geen 2 miljard euro. Maar niet dat er gekort kan worden op de hypotheekrenteaftrek, waar mensen bij zitten die echt het vele malen breder hebben dan die mensen die aanspraak kunnen maken op de huurtoeslag. Dat vindt u wel. En dat budget, dat is de afgelopen 10 jaar gierend uit de hand gelopen. En daar wilt u dus niks aan doen. Is dat nou eerlijke politiek van de PVV? Meneer Van Dijk. Ja, voorzitter. Kijk, wij vinden het systeem van hypotheekrenteaftrek, dat kun je niet geïsoleerd bekijken, maar het systeem van de hypotheekrenteaftrek vinden wij een hartstikke goed systeem. Wij hebben hier in Nederland gekozen voor een hogere belastingschijf waar je sneller in komt. Ik geloof in Duitsland betaal je 50% en dan moet je 1,5 ton verdienen. Hier betaal je 50% al vanaf 40.000, 50.000 euro. Met andere woorden, wij hebben gekozen voor wat meer belasting, wat sneller een hogere schijf en daarmee een stukje aftrek ter stimulering van het eigen woningbezit.
Ik vind het een hartstikke mooi systeem en ik sta voor het systeem. Maar u bent alleen maar gespitst op die... De afgevaardigde is alleen maar gespitst om die 11 miljard subsidie om die binnen te haken. Nee, die 11 miljard is geen subsidie. Die 11 miljard is een belastingkorting voor die mensen die relatief heel snel al in die 52% schijf zitten. Meneer Eergang, ook via mij alsjeblieft. Voorzitter, tot slot, dit is toch een volstrekt non-antwoord. Natuurlijk is dat een subsidie via de fiscaliteit. En die komt terecht bij mensen die dat volstrekt niet nodig hebben. En ik concludeer dan dat de PVV een fiscale subsidie voor mensen die het echt ontzettend breed hebben, de miljonairs, de villa-bezitters, belangrijker vindt dan mensen met echt een hele krappe beurs en die volgend jaar gekort worden op de huurtoeslag. Nee, voorzitter, we vinden ze niet belangrijker, maar we staan wel voor het systeem van de hypotheekrenteaftrek. Voorzitter, dan Griekenland. De Partij voor de Vrijheid roept al anderhalf jaar dat Griekenland failliet is. Iedereen weet het, dat ze zijn torenhoge schuld van 3,5 of 350 miljard nooit meer terug zullen betalen. De kapitaalmarkt gaat er voor 98% van uit dat dat geld niet terugkomt. Alleen onze Europese regeringsleiders zitten nog in de ontkenningsfase. Ik hoor het deze minister van Financiën nog zeggen, 2 weken geleden, we krijgen elke cent terug. En met rente. Voorzitter, het ergste is nog dat deze onzekerheid over wat er gaat gebeuren al anderhalf jaar voortduurt en veel schade aanricht. De PVV was vanaf dag 1 helder. Geen cent naar Griekenland. De hele Kamer steunde toen nog een motie van de heer Wekers met dezelfde strekking. Maar dat zijn we even vergeten. Geen cent naar Griekenland had namelijk gelijk helderheid verschaft en had gelijk de angel uit de eurocrisis gehaald. Griekenland had waarschijnlijk dan de euro verlaten en hun schulden gesaneerd, onder regie van IMF wellicht. En ook was er een duidelijk disciplinerende werking vanuit gegaan naar andere eurolanden. Nu dreigt Europa af te stevenen op een recessie. Obligatierenten stijgen, ratings van banken en landen staan onder druk, de liquiditeit droogt op, angst overheerst op de kapitaalmarkt. En deze angst slaat nu ook over op consumenten, bedrijven en de reële economie. De kapitaalmarkt vlucht weg in alles wat naar risico riekt. Men dumpt de rommelobligaties bij ECB en vlucht in veilige havens zoals Duitse staatsobligaties. De banken stallen liever hun geld bij de ECB dan dat ze het aan elkaar uitlenen. En bij de Rabobank moet je tegenwoordig geld meebrengen voor een spaarrekening. Door gebrek aan vertrouwen en liquiditeit dreigt de hele economie vast te lopen. En de eurofielen, voorzitter, grijpen de gelegenheid aan om verder te bouwen aan hun Europese superstaat. Barroso is niet meer te stoppen, zo zagen we in zijn State of the Union. Een Brusselse ambtenaar die zei het mooi. Barroso wil een EU zonder lidstaten. In de State of the Union laat hij zijn ware gezicht zien. Hij wil Europese obligaties, Europese belastingen en hij wil af van die vervelende veto's. Dat houdt alleen maar op. Nederland wordt een soort stadsdeelraad waarbij de Tweede Kamer alleen nog mag beslissen over de kleur van de lantaarnpalen. Barroso speelt op zijn harpje terwijl Rome in brand staat. Maar ze gaan nog verder, voorzitter. Nog voordat het nieuwe noodfonds is aangenomen, wordt er al gesproken over een verviervoudiging. Onze minister-president noemt de discussie ontijdig, maar Schäuble was zeer stellig en hij noemde het een stupid idea. En afgelopen zaterdag ging hij nog verder en hij zei, das war es Schluss. Zegt onze minister hem dit na? Is het Schluss of gaan we nog verder met het Europese noodfonds? Waar trekt deze minister de grens? En wat ooit begon als een klein brandje in Griekenland, is nu verworden tot een grote veenbrand. Het begon anderhalf jaar geleden met een klein leningje van Nederland naar Griekenland van 1 miljard. Ik weet het nog goed. Toen werd het 5 miljard. Daarna werd het een garantie van 25 miljard. Vervolgens was het 56 miljard. En nu staan we op de vooravond om ja te zeggen tegen een garantie van 100 miljard. En dat is nog niet het alles. Dat is niet genoeg. Voorzitter, de PVV vindt het dan ook heel vreemd dat we nu moeten instemmen met een incidentele supplementaire begroting waarbij de garantie wordt opgehoogd tot 100 miljard. Aan het noodfonds. Terwijl, en ik heb het net per interruptie ook aan mevrouw Blanksma gezegd, terwijl de eindjes nog helemaal niet duidelijk zijn. Hoe ziet dat noodfonds eruit? En er wordt nu al gevraagd om een blanco cheque te stemmen dat we garant staan voor 100 miljard. En we weten niet eens hoe de besluitvorming, hoe de besteding,
hoe de opkoop van obligaties plaats zal vinden. En de Grieken, voorzitter, die demonstreren en feesten lekker verder. Jaarlijks wordt 20 miljard aan belastingen ontdoken. En de inkt om de aanslagen te printen is op. De belastinginspecteurs staken. Ze zouden 20% van de ambtenaren, de Grieken, met de meeste ambtenaren ter wereld, zouden ze ontslaan. Maar, helaas, ze zijn benoemd voor het leven. Ze zouden 5 miljard privatiseren, maar vind maar eens een koper voor die failliete boedel. De trojka staat voor een gesloten deur, omdat de ambtenaren staken en de ministeries zijn gebarricadeerd. En de afspraken worden voor de tigste keer niet nagekomen. Nu weer niet. Ik las eergisteren in de krant, van de 27 afspraken en maatregelen zijn er slechts 11 uitgevoerd. We worden voor de gek gehouden waar we bij staan en pikken het keer op keer. Ik hoor het de minister nog zeggen. Grieken moeten zich aan de strenge afspraken houden, anders gaan ze failliet. Nou minister, kom maar op. Of sluit de minister zich toch weer aan bij de zachte heelmeesters in Europa. Voorzitter, de ECB, de Centrale Bank, die gaat zijn boekje te buiten door miljarden aan rommelobligaties op te kopen. De teller staat nu op 155 miljard. De ECB neemt daarmee grote risico's, maar ons wordt niets gevraagd. Als het misgaat, krijgen wij de rekening gepresenteerd. En het ECB-bestuur, dat is nog het ergste, is tot op het bot verdeeld. Twee Duitsers stapten inmiddels op uit onvrede over dat beleid. Jürgen Stark en Axel Weber. Ook onze eigen Klaas Knot vindt dat de ECB veel te ver gaat met het opkopen van slechte leningen. Maar hoe kan het dan dat de ECB hier toch gewoon mee doorgaat? Terwijl de grootste donateurs, Nederland en Duitsland, het hier niet mee eens zijn. Kan de ECB hier onbeperkt mee doorgaan? En hoe kunnen we de ECB stoppen? En gaat dat straks datzelfde qua besluitvorming ook gebeuren met het nieuwe noodfonds? Voorzitter, dat was het. Koolmees. Dank u wel, voorzitter. Excuus. Ik heb vanmorgen aan collega's Blanksma en Harbers gevraagd of zij akkoord waren met de macro-economische onevenwichtigheidsprocedures. En het antwoord van beiden was ja. Nu hoor ik uw partij vaak zeggen, hoort de PVV vaak zeggen, wij steunen dit kabinet omdat het op drie belangrijke onderwerpen voor de PVV, de veiligheid, immigratie en de ouderenzorg, zoveel voor elkaar krijgt. Nou, bij veiligheid hebben we een discussie gehad over 3000 extra agenten. Die komen er niet. Bij de ouderenzorg de 12.000 extra verpleegkundigen. Die kunnen we niet eens tellen, dus die komen er ook niet. En bij de immigratie is de eurocommissaris, die heeft geconstateerd van al die wetten die minister Leers wil, die komen er ook niet. Als u dan dit hoort, een heel pro-Europees kabinet, een pro-Europese coalitiepartners, is het dan niet, waarom steunt u dit kabinet nog? Ja, voorzitter. Wat u zei, je had het inderdaad goed geanalyseerd. We krijgen er heel veel voor terug als het gaat om immigratie, ouderenzorg en veiligheid. U noemt nu een paar puntjes die nog in ontwikkeling zijn. Maar ik heb hier een hele lijst van punten die wel. Wat betreft die 12.000 verpleegkundigen, dat gaat per 1 januari. Er staat er meer dan 800 miljoen voor op de begroting. Dat gaat gebeuren en eind 2013 zijn die er. Wat betreft minimumstraf voor misdrijven bij recidieven. Die wet is er al, levenslang toezicht op uitbehandelde pedoseksuelen, minimaal 1 jaar geen verlof bij TBS'ers, strafbaarstelling illegaal bedrijf. Dus een hele lijst van dingen, en u ziet ze ook voorbij komen, ik heb net gezegd van het is rollen van de band, de wetgeving. Dus wat dat betreft zijn wij niet ontevreden over al die dingen die wij hebben gevraagd en dat we die krijgen. Nou, voorzitter, ik constateer toch dat de PVV op heel veel punten, bijvoorbeeld de 3000 agenten, die 12.000 verpleegkundigen, die komen er niet, nul op het rekest krijgt, eigenlijk niks voor terugkrijgt, maar wel een heel pro-Europees kabinet steunt. En nou, blijkbaar is er toch wel wat liefde voor Europa binnen de PVV. Nou, voorzitter, dat is een verkeerde conclusie, maar je moet even de stukken erop nalezen. Dat er heel veel punten zijn. Ik heb er hier al een lijstje van 22. Ik mag het straks voor mij even inzien. Van punten die wij nu al qua wetgeving door de ministerraad, dat het die binnen zijn. Dus wat dat betreft hoor je ons niet klagen. Mevrouw Schouten. Ja, voorzitter. Ik heb de stukken er ook even op doorgelezen. En dan met name de macro-economische verkenningen. Waarin wordt aangegeven dat bij verslechterde economische omstandigheden er zo'n 5 miljard extra bezuinigd moeten worden. Mevrouw Blanksma van het CDA die heeft zojuist aangegeven dat voor haar alle opties open liggen. Geldt dat voor de PVV ook zo?
Nou ja, we hebben natuurlijk dat stuk van het CPB ook gelezen. En nogmaals, het is niet aan de orde nu. We kiezen nu voor die 18 miljard en voor 2012 die 6 miljard ombuiging. Dat vinden we al een hele prestatie als dat lukt. Op de tweede plaats moet je afvragen of het wel slim is om te doen. Ook daar zegt het CPB wat over van, je moet je afvragen gezien dan de weersomstandigheden in de economie of je het wel zou moeten willen. Maar als we dan gedrieën besluiten dat er extra omgebogen of bezuinigd moet worden, dan ligt wat ons betreft ligt dan inderdaad alles open. En dan worden dat keiharde onderhandelingen en dat ligt wat ons betreft ook, want dat werd vanmorgen ook even aan gerefereerd, ligt ontwikkelingshulp keihard op tafel. Mevrouw Schout. Ja, voorzitter. Nou, ik ben blij dat de heer Van Dijk ook aanhaalt dat CPB inderdaad zegt, ga nou niet meer bezuinigen, maar ga nou juist hervormen. Mag ik daaruit opmaken dat de PVV dus ook dan echt serieus wil kijken naar hervorming op de woningmarkt, vergroening van het belastingstelsel, hervorming van de arbeidsmarkt. Dat ligt dus ook wel voor de PVV allemaal voor de hand dan. Ja, voorzitter, we hebben gedrieën nu dat pakket van 18 miljard. Dat is een bouwwerk. Dat hebben we met z'n drieën in elkaar getimmerd. Hebben we alle drie op punten, hebben we onze zin gekregen. En zo gaat dat in de onderhandelingen. En moeten we opnieuw onderhandelingen, dan gaat dat helemaal weer van scratch af aan beginnen. Maar wat ons betreft is het nog niet aan de orde. En is de vraag of het wel zinvol is. Tot slot. Ja, voorzitter. Ja, het is toch echt of je gaat meer bezuinigen, of je gaat hervormen, of je laat staatsschuld oplopen. Dat zijn ongeveer de smaken die er zijn. Ik hoor de heer Van Dijk zelf zeggen, we moeten eigenlijk niet gaan bezuinigen, zeg ik het CPB na. Nou, dan blijven er nog twee opties over en dan vraag ik hem uit waar hij dan uit wil kiezen. Ja, voorzitter, het is niet ik die daaruit moet kiezen. In de onderhandelingen met drie partijen wordt dan een palet gemaakt om dan een eventuele noodzakelijke, maar dat is allemaal speculatief, een noodzakelijke ombuiging plaats te laten vinden. Maar wat ik zeg, eerst, punt 1 is, het is niet aan de orde nu. Punt 2 is, de vraag is of het slim of je het moet doen. En punt 3 is natuurlijk, als je het dan daarvoor kiest, hoe ga je het invullen? En dan ligt alles weer op tafel, inclusief de ontwikkelingshulp. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de minister net zeggen, een schuldencrisis los je niet op met nog meer schulden. Voorzitter, wat het noodfonds doet, is een grote zak geld waarmee ze het vertrouwen proberen af te dwingen op de financiële markten en besmetting te voorkomen. En we hebben gezien, voorzitter, de afgelopen anderhalf jaar wat dit noodfonds tot nu toe alleen maar heeft gedaan, is het wantrouwen en de onrust op de financiële markten aangewakkerd. En de besmetting is dan ook groter dan ooit. De PVV ziet niets in het noodfonds en zeker niet in het vergroten van het noodfonds. En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de garantie van Nederland aan het EFSF inmiddels is opgelopen tot 98 miljard euro. Overwegende dat Nederland met deze garantiestelling een onaanvaardbaar, veel te groot risico loopt, verzoekt de regering niet in te stemmen met deze gewijzigde raamovereenkomst van het EFSF. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening voldoende ondersteund? Het is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, als deze raamwerkovereenkomst dan toch wordt aangenomen, dan vindt de PVV het onbegrijpelijk dat het een blanco cheque van 100 miljard betreft. Zonder dat bekend is hoe en wanneer dit geld wordt uitgegeven. En dat is pas onverantwoord, minister. En ik zeg het ook tegen mijn collega's. De guidelines zijn onbekend. De besluitvorming rondom de besteding uit het noodfonds is onbekend. Gaat het straks met meerderheid van stemmen? Gaat het straks als 5 landen akkoord zijn? Dan gaat het door, lees ik ook. Gaat het straks in unanimiteit? We weten het niet. We geven gewoon 100 miljard en we hopen en we bidden dat het allemaal goed komt. Met deze cheque, voorzitter, staat het parlement straks buitenspel. En de minister krijgt een mandaat om 100 miljard garant te staan voor leningen aan corrupte landen, voor preventieve kredietlijnen, voor herkapitalisatie van ongezonde banken en de opkoop van rommelobligaties. De minister informeert de Kamer alleen maar formeel heeft hij geen toestemming meer nodig. In Duitsland daarentegen, voorzitter, zijn ze slimmer en ze geven daar geen blanco cheques, dankzij het Bundesverfassungsgericht. De PVV wil daarom ook inspraak van het parlement over elke uitgave die het noodfonds doet, waar Nederlandse belastingbetalers garant voor moeten staan.
En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de raamwerkovereenkomsten EFSF het Nederlandse parlement buitenspel zet. Overwegende dat we het EFSF hiermee een blanco cheque geven. Overwegende dat de financiële risico's voor de Nederlandse belastingbetaler aanzienlijk toenemen wanneer een beroep wordt gedaan op het EFSF en dus gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse garanties. Constaterende dat in Duitsland besluiten en bestedingen van het EFSF moeten worden goedgekeurd door de Duitse Bondsdag, verzoekt de regering alle besluiten en bestedingen van het EFSF ter goedkeuring aan het Nederlandse parlement voor te leggen, alvorens hiermee in te stemmen. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening voldoende ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, tot slot de woningmarkt. De PVV heeft de minister al eerder verweten dat hij te weinig regie voert op dit zo belangrijke dossier. Een goed functionerende woningmarkt is essentieel voor de economie. Zeker nu, voor de middenstand, voor de bouw en voor de detailhandel. In juli leefde de woningmarkt duidelijk op. 15% meer verkopen, dankzij het door de PVV gesteunde verlagen van de overdrachtsbelasting. En in augustus zijn we weer terug bij af. Het aantal hypotheekaanvragen halveerde van de ene maand op de andere. Hoe zou dat nu komen, minister? Is het het vertrouwen in de euro of zijn het de strenge regels? De PVV heeft de investering van 1,2 miljard gesteund, maar niet voor niets. En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de woningmarkt nog steeds op slot zit, ondanks de verlaging van de overdrachtsbelasting eerder dit jaar, constaterende dat door de strengere regels rondom de hypotheekverstrekkingen het moeilijker is geworden om een passende hypotheek te krijgen, constaterende dat financiële instellingen de gedragscode ook toepassen op woningtransacties die onder de nationale hypotheekgarantie vallen, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de gedragscode hypothecaire financiering niet meer wordt toegepast en het toezicht door de AFM hierop niet meer plaatsvindt, zodat de woningmarkt zich kan herstellen en banken meer ruimte krijgen om hypotheken op maat te verstrekken. En gaat over tot de orde van de dag. De indiening voldoende ondersteund. Het is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.